Bernard Bode van Stichting Het Dak op. Ja, er staat wat op de agenda. Vertel. Ja, het verjaardagsfeest van Harold Pinter. Wij spelen vanaf volgende week dinsdag een klassieker. Een echte theaterklassieker. Wij spelen, want wie speelt er? Ja, dat is theatergroep De Knappertjes. En die bestaat uit een aantal buurtbewoners bij ons vandaan. En voor de achtste voorstelling alweer die wij spelen. Oergezellig buurttoneel. Ja, dat was het tot voor kort. Maar inmiddels is het de gezelligheid verlaten, want het is het verjaardagsfeest van Harold Pinter. En zoals je misschien weet, het gaat alleen maar over dreiging. Dreiging? Ja. Twee mannen komen een verjaardagsfeest verstoren en alle ontwikkelingen die dat voor de jarige heeft, daarvan doen wij verslag. Maar ja, dat is dus geen echt een al te vrolijk onderwerp. Dus ook niet ook een kindervoorstelling. Nee, dat is zeker geen kindervoorstelling. We moeten kinderen thuis laten en gewoon wel met z'n allen komen, maar zonder kinderen. Zonder kinderen. Dus voornamelijk mensen zonder kinderen, meld je aan. Alleen mensen zonder kinderen. Of je moet je kinderen thuis laten. Ja. En waar kunnen we die fantastische kaartjes vinden? Die kun je vinden op hetdakop@planet.nl. Daar kun je je bestelling doorgeven. En op Facebook zijn we heel actief. Als je zoekt naar het verjaardagsfeest of naar het dak op, dan kom je vanzelf bij onze poster terecht. Ja, want over die poster, welke datum staan er op de posters? 26 tot en met 31. En 26 tot en met 30 is het om 8 uur 's avonds. En we sluiten af op zondagmiddag met een matinee om 14:30. En om 14:30. En ja, waar kan ik jullie vinden? Dan spelen wij in Met, oftewel de oude Monopol, de oude bioscoop, die we voor het eerst hebben ingericht. Ik denk voor het eerst hebben ingericht als theaterzaal. Op de Hoogstraat natuurlijk, hier niet ver vandaan. Nee, het is twee keer rollen en dan ben je er. Kom van 26 tot en met 30 mei vanaf 8 uur in de Monopol. De zaal is open om 7 uur trouwens. Bestel uw kaartjes op hetdakop@planet.nl. Komen dus. Heeft u iets te melden? Dan is een videopitch iets voor u. Het is gratis en snel. Voor meer informatie op uptv.nl.